dat is dus je brandketel van met water, water opwarmen, tot uiteindelijk dus je je mout, hè, die komt van de brouwer, de mout, die zakken die daar staan, van toevoegen. Dus, ja, klaar uiteindelijk was het dan zo uit aan de mensen, dus uiteindelijk bier, wat is dat? Dat is een resultaat van een vergistingsproces, waar dan er eigenlijk suikers omgezet zijn naar alcohol, hè, tot in bier. Van wie? En dat eigenlijk juist het zesde, met dat verschil van wie? Worden de suikers, hè, komen de suikers van je druk, hè, dat is je basis. Ja. Ja. Maar daar zie je, als je druk bent, hè, zijn je suikers direct beschikbaar. Je doet dat in een tank, hè, en dat is de gist zo wie, want de gist zit aan de buitenkant van de pijlen van je druk. Dus je perst je druk, je doet dat in een tank, je laat dat vergisten, het is dat om. Van bier is eigenlijk veel eigenlijk, waarom? Je begint met een ketel, met zoveel water. En van dat water moet je drank maken. Hè. Dus dat is al ietsje ingewikkelder of mee. Dus en van wat komt van is van de suikers? Dus de suikers komen uit het zetmeel van de mout. En waarom moet dat nu juist de zetmeel zijn van mout of van de brouwershest? Waarom? Omdat van brouwershest tijdens het vermouten, mouten is eigenlijk niet aangezien het laten kiemen van het graantje. Het is op een bepaald stadium, toen gaat dat weer het kiemproces weer stoppen en toen weer drogen. Worden er bepaalde enzymes aangemaakt. En herst is de enige graansoort die dat heeft. He, je kan je dat daar weer bij voegen, ze voegen er ook ris en maïs en kop, weet ik niet wat allemaal bij. Maar je moet sowieso altijd je brouwherst hebben, he, of de mout van de brouwherst. Voor die enzymes, want ze zijn die enzymes die je zetmeel omzet naar suikers. En die suikers heb je nodig, he, en je vergisting. Dat is oké, man is een ketel water verwarmen met een bepaalde temperatuur. Maar dus, we maken dus beslag, we gaan dus een moedrein doen. We gaan dat gaan roeren, he, we maken dik. Uiteindelijk maken we een dikke pad en we gaan uiteindelijk stap voor stap en de temperatuur gaan verhogen. Want er zijn bepaalde enzymes die werken op de bepaalde temperatuur, dus hey, om een maximaal rendement te hebben. Dus om zoveel mogelijk suikers uit te halen, je dan de verschillende stappen te laten rusten, met te wachten, met te weer verhogen en weer. Allee, volledig gecompliceerd. Bon, als dat gedaan is, dus aan in een aantal keer te gaan, dan is alles echt omgezet naar suikers. Om een hele beslag over te pompen naar de filterketel. De filterketel gaat eigenlijk dus, de heldere wort gaan afstappen, dus hey, die draf, dat is een dikke pap, maar al dat graan ook nog erin. Oké, dat zetmeel is waar allemaal zet en zoekert, maar je hebt er nog enorm veel vaste reststoffen. Dus we gaan dat gewoon filteren, dus je heldere wort wordt afgefilterd en keert weer naar je brouwketel, naar je kookketel. En je toont in overschot, dat is dan je draf, hey, de draf, dat is dan voor beesten tegen. Heel goede voeder is voor de beesten. Hè. Dus ja, je haalt er een wort in je kookketel. Dan gaan we dat effectief een uur in een kart gaan koken. Waarom moet dat zo lang gekookt zijn? Eerst om volledig steriel te maken. Hè. Dat veel zuiver is, dat het steriel is. Hè. Ten tweede, ook voor je de hop eigenlijk aan toevoegen. In het begin van de koking worden de nuttige stoffen, dus de alfazuren, ja. Door de koking wordt dat omgezet naar iso-alfazuren. Dat is ook heel ingewikkeld. En dat is die typische bittere smaak van bier. Dat komt van dan. Toen op het einde van de koking gaan we nog een keer gaan toevoegen, allemaal gaan toevoegen, maar dat is te meer eigenlijk voor het aroma, hè, voor de smaak. Maar niet voor, die, voor de bitterheid, maar het eigenlijk het begin van de koking. Hè. Er wordt ook nog gekookt, waarom wordt er zo lang gekookt? Dat is omdat er ook een heel aantal, hoe zou ik zeggen, ongewenste stoffen aanwezig zijn en je helder wordt, die een negatieve invloed hebben op je bier of op je smaak in het vergistingsproces. En je kunt dat kwijt door dat uit te dampen, door zo langer te koken. Dus dat is een algemene regel, ja, van je kookketel, hè, van je heldere wort, moet je ongeveer een volume van 10% uitdampen. Toen zie je dat allemaal kwijt. Er is nog een aantal redenen waarom je moet koken, of je eiwitten klappen, niet stoppen, en god, dit en die wordt nog wel. Er is nog een aantal dingen, dat niet eigenlijk een bom. Dus als je dan net maar koken, dan gaan we dat zo rap mogelijk gaan afkomen, want achter het koken, hè, je heldere wort is toch volledig steriel, maar is dan ook heel gevoelig voor infecties. Hè? Tussen de 20 en de 30, 40 graden is heel gevoelig voor infecties. Dus dat zo snel mogelijk gaan afkomen, door die platenkoeler die daar staat, gaan we dat gaan overpompen tot aan 20 graden afkomen. In deze tank zie je ook, dus in de tank. En daar, dus om dat op 20 graden, gaan we effectief tot de gist gaan toevoegen. Het is dan eigenlijk de gist die uiteindelijk nog had. Die suikers omzetten naar alcohol. En vanaf toen kan je klappen van bier.
Toen dat vrouwen hadden zien dat waar, dat die niet vrijst zijn, dat is alleen 10 dagen waar. Kijk, die zijn die vader ook vrij, dus je ziet die, dat is ook gebeurd. Dus die heft van die stukjes omzet aan de ene kant naar afval, maar ook nog CO2. En CO2 is gasvormig, dus dat blaast. Dus dat hij dikker en riek en hij brouw wielen, dat is met CO2. Dus mijn vader ook vrijst, want dat blaast ik dat mee, en dat begin ik dan. Dat is ongeveer een week en 10 dagen waar. Toen aan mijn bier, maar natuurlijk al die hest en hem enorm vermenigvuldigd. Zit dat vuil met hest, dat is ja, verschrikkelijk troebel en vooral ook smaakstift naar die hest. Dus we moeten die hest tegen dat druk krijgen, goed draag. Dus gaan we dat gewoon gaan lageren, hè, van die typische brouwtuin, dat is niks anders. Of eigenlijk heel dat boeltje gaan afkoelen. Dus die tanks zijn aan koelmantel. Dus ziet, één is dat staat er op 3 graden, 3 graden hoog en die ja, is nog eens verhest. Dus is nu lichtjes aan het zakken, en neer, tot op 17 graden. Dus we komen, dus ook met die koelmantel bij je verhesting, gaat dat op zijn neer gaan op. De eerste dag gaat dat enorm heftig van gaan verhesten eigenlijk. Gaat dat ze toe in de zomer, gaat dat ze zagen, serieus opwarmen, dat ze zagen opwarmen tot aan 30 graden. Hij dat niet moest dan doen. Dus, maar toen kreeg je weer andere ongewenste neveneffecten. Weer al de echter die je vormt zijn en weer andere aroma's en allemaal. Die toch weer minder goed zijn voor je smaak en voor je kwaliteit, dus het is beter van je bier eigenlijk. Dus wederom dat, in dit geval, ieder type hest is ook, hè, ja, sommige soorten hest, dat allemaal zijn eigen doet. Wederom dat bijvoorbeeld op 22 graden dient. Maar wat op 22 graden gaat, wat die koeling aanslaan, gaat hem op 22 graden doen. Zodat dan eigenlijk iedere keer min of meer in hetzelfde bier te maken. Ik ben maar die eerste kant, dat ik nog maar groot jaar zeker van jouw hoofd. Van tevoren was dat ook met andere kleine tankjes, dat was geprutst, gefokkeld, dat bier was nooit gelijk, het was toen ik er al hecht was, toch toen ik er bed was. Allee, dus dat was ook wel zo'n beetje, nu is dat al veel verbeterd. Dat je dankzij je kwaliteit, dus je bier veel helderder ook, je kunt veel beter je hecht doen. Dus dat lagen is ook nog een keer 3 weken weg, hè? We zitten al heel aan de vader. Dus toen hebben we schoon helder bier, maar hebben we wel, hebben we dat ook gewoon gebotteld, maar we hebben nog niet te kort. We hebben ook inderdaad schut op ons bier, hè, want als dat bier hier geeft is, dan laten we CO2 doen. Dus dat bier is eigenlijk heel plat. Zo kan inderdaad, die CO2 kan op je bier laden, dus dat je bier verzadigd is van CO2, maar je kan je dat toch niet meer maar voor de bottel, dat gaat alles schuim zijn in je systeem. Dus hier moet op het moment nog meer plat zijn om te kunnen bottelen. En toen wil je de CO2 krijgen. Dus de truc van de erhisting op fles, hè, dat we dus de meeste streekbieren zijn met erhisting op fles. Dus we willen dat het bier wordt gebotteld, maar voordat het gebotteld wordt, dus wordt het overgevoegd in een andere tank. Dus een helder biertank. En we gaan dan een, ja, juist uitgerekende hoeveelheid suikers weer gaan opkoken. Hè, dat is opkoken, omdat er een heel steriel zijn. We gaan die suikers erbij mengen, en we ook een heel klein beetje een verse levende hest bijvoegen. We gaan dat mengen, we gaan dat allemaal in schone bottelen, al die vesteltjes, een kortje erop. En dat gaat allemaal 14 dagen in de warme kamer, dat is die kleine. Dus de warme kamer is altijd schone 25 graden, het jaar rood, heel aangenaam. En wat gaat er dan gebeuren natuurlijk, dus een klein beetje suiker, die hest gaat inderdaad dat klein beetje suiker weer opeten en omzetten in een ja, verwaarloosbare hoeveelheid alcohol, maar ook in een heel klein beetje CO2. Maar nu lucht die CO2 in de flessen op het bier, wordt verzadigd door die CO2 zodanig dat je achter 14 dagen dat ook niet weer gestrijd is. Voor je bier open, je flessen open, dan pssst, het zit druk op, hij is gewoon schoon. Ja. Zo nog een keer 14 dagen laten narepen, want dat bier is ook nog veel te jong, dat het verste te warm van kan. Het smaakt ook nog een beetje hest achter, dus die hest moet ook weer heel uitzakken. Nog een keer 14 dagen en uiteindelijk zijn we 2 maanden verder en je bier effectief verheerd is. Te koop of te drinken. Dat gaan we worden om de overkijken. Ja, ik heb ook.